Welkom allemaal bij inmiddels de 24e Decolonial Learning Session vanuit ARLES, een pandecoloniaal netwerk en organisatie in Amsterdam. Mijn naam is Christen Ploeg, ik ben journalist en medeoprichter van ARLES en ik ben vandaag jullie host. Tijdens deze Decolonial Learning Session gaan we in gesprek met Sampoor Mes over het ontstaan van de beweging voor een onafhankelijk Republiek Maluku Selatan, ook wel bekend als voor het kort de RMS. Sampoor Mes schreef daarover het boek Grijpen naar een schaduw, het eerste boek van een Molukker over de decolonisatie van de Molukken. En hij biedt daarin een kritisch perspectief op het Hollandocentrische wereldbeeld dat nog altijd rond dit onderwerp domineert. Want hoe representatief voor de Molukken zijn de veelal christelijke koloniale militairen die naar Nederland zijn gekomen en eisen opstellen voor een onafhankelijk RMS? Is er ook aandacht bijvoorbeeld voor de meerderheid van vissers, boeren en moslims in Maluku? Nou ja, deze en andere vragen zal Sampoor Mes vandaag voor ons proberen te beantwoorden. Hij zal beginnen met een korte lezing van ongeveer een half uur. Daarna zal ik hem zelf een paar vragen stellen. En daarna gooien we het gesprek open voor het publiek. Dus dan kunnen jullie ook vragen stellen. Mocht je brandende vragen hebben die je niet wilt vergeten, dan kan je ook alvast je vragen in de chat zetten. Die zal ik dan meenemen voor het publieksgedeelte. En je kan ook sowieso, als je liever in de chat je vragen stelt, kan je dat ook op die manier doen. Dan nog een paar woorden over Sampoor Mes zelf. Sampoor Mes is voormalig Eerste Kamerlid en de eerste Nederlandse senator van Molukse afkomst. Hij is momenteel actief als commissielid fractie GroenLinks in de provincie Drenthe. Sampoor Mes heeft interculturele welzijnsvraagstukken gedoseerd aan de Hogeschool van Amsterdam en is medeoprichter van de Molukse Progressieve Beweging. Zoals ik al zei, Sampoor Mes is dus ook de auteur van het nieuw verschenen boek Grijpen naar een schaduw, politieke reflecties op de decolonisatie van de Molukken, wat ook de basis zal vormen voor zijn presentatie vandaag. Dus dan, Sampoor Mes, geef ik jou graag het woord. Ja, dank u wel. En iedereen ook van harte welkom. Een kleine correctie. Ik ben fractievoorzitter in de Provinciale Staten van Drenthe. Ik weet alles over stikstof. Maar dat tezijde. Nou ja, het boek gaat natuurlijk over een politieke reflectie, hè, op de decolonisatie van de Molukken. En dat is goed om dat daarbij te vermelden. En dat betekent dat ik niet alleen maar feiten probeer naar voren te halen en met ontzettend veel bronnen. Maar ik reflecteer natuurlijk ook vanuit mijn eigen politieke opinie. Dat lijkt me goed om duidelijk te maken. Volgende scherm. Nou ja, dat is geweest. En het doel van het boek is om de decolonisatie van de Molukken te ontdoen van Hollandocentrische beschouwingen. Wat zijn daarbij de feiten, wat zijn de aannames en wat is de interpretatie? En het is goed om te zeggen dat er ontzettend veel geschreven over de decolonisatie van de Molukken, maar niet door Molukken zelf. En je kunt ze wel overal vinden, maar ongelooflijk verspreid over ontzettend veel literatuur en onderzoeken. En ik heb ontzettend veel bronnen moeten gebruiken, meer dan 100. Daarbij heb ik me wel laten beperken door geen of nauwelijks Indonesische literatuur te gebruiken om te voorkomen dat er een discussie ontstaat van ja, je gebruikt Indonesische literatuur. Dus dat heb ik willen voorkomen. Binnen de Molukse kring wordt wel erg veel meningen verkondigd en verhalen verteld. En dat wordt dan vaak gezien als de waarheid, maar zonder enige onderbouwing. En je ziet dat de Nederlandse media dat allemaal ook klakkeloos overneemt. Recent hebben jullie de serie van Koen Verbaak gezien. Een bekwaam journalist, een programmamaker, maar weinig kritisch. Hij laat iedereen praten, hè? Dat is ook de bedoeling. Maar iedereen verkoopt ook gewoon het verhaal zonder enige onderbouwing. En dat vind ik wel lastig. Op het moment dat je dat wel doet, en dat ging toen over met welke nationaliteit zijn we in Nederland gekomen. Ja, we zijn allemaal met de Indonesische nationaliteit gekomen. En dat staat overal. Hè? Dat staat in de Ronde Tafelconferentie is dat afgesproken. Maar ook het Molukse Historisch Museum heeft daar eerder over gepubliceerd. Maar wat ik dan krijg is honderden haat-apps van dat niet waar is. Maar ja, goed, dat zijn feiten. En dat geeft ook aan, hè? Dat op het moment dat je feiten produceert, dan ontstaat er wel zoiets van dat mensen dat weigeren te accepteren. Maar de Molukken, en dat is wel goed om te noemen, de geschiedenis, hè, de koloniale geschiedenis van de Molukken is van alle, nou ja, zeg maar alle bijdragen, het meest, hoe zeg je dat?
ondergedompeld met allerlei percepties die niet bestaan. En je ziet het ook in allerlei publieke opinie. Dan spreekt men over Indië verloren rampspoed geboren. Een verwijzing naar een nostalgische kreet uit de tijd toen Nederlands-Indië nog bestond. En die Hollandocentrisch, daarmee bedoel ik dat men uitgaat vanuit de Nederlandse cultuur, meer in het algemeen, de Nederlandse ideeën en theorieën, dat wordt dan als leidend beschouwd. Zichzelf verheffen tot norm, waarbij geen rekening wordt gehouden met invloeden van andere culturen. En dat is heel duidelijk. Yes. Nou, dit is een kaart van de Molukken. En dan zie je dat het nogal is groot, hè? Vanuit het noorden tot aan de zuidelijke eilanden. En de Zuid-Molukken is pas in 1946 ontstaan. Dat is een Nederlandse constructie om dat op te richten. Dus ook in die zin kun je zeggen, de Zuid-Molukken heeft maar 5 jaar bestaan. En voordien was het gewoon de Molukken, gouvernement van Molukken. En je ziet dat Nederland een belangrijke invloed heeft gehad op de hele geografie van de Molukken. En dat had te maken met het anti-islam wat toen aanwezig was. Het voorbeeld is heel duidelijk dat de Zuidwest-Molukken, overwegend christenen, behoorden eigenlijk tot het gouvernement van Timor. Maar om een balans te krijgen met betrekking tot christenen en moslim, is Zuidwest-Molukken overgeheveld naar het gouvernement Molukken. Maar je ziet ook intern dat het gebeurd is. Hè? Allerlei eilanden waarbij men bewust christelijke dorpen tussen moslimdorpen heeft geplaatst of andersom. En op die manier heeft men heel sterk dat beïnvloed. Veel dorpsverplaatsingen. De volgende. Er bestaat ook altijd erg veel onduidelijkheid over de Molukkers in Nederland. En de Molukkers in het algemeen. Als je kijkt naar de Molukken, bestaat uit een ongelooflijk grote diversiteit. Tenminste 6 verschillende etnische culturele groepen. Elk met een eigen taal en cultuur. Op de Molukken heb je ook overwegend boeren en vissers. Ongeveer de helft is moslim en de andere helft is christen. Kijk, in Nederland, dan moet je vaststellen dat overwegend de Molukse krielmilitairen naar hier zijn gekomen. En je mag ze beschouwen als een soort sociale kasten. En ook de samenstelling verschilt heel sterk. De dominantie van 1 etnisch-culturele bevolkingsgroep. De religieuze samenstelling is totaal anders. 90% protestant, 5% moslim en 5% katholiek. Dus er zijn nogal wat grote verschillen. En het is goed om dat ook te benoemen, omdat men vaak denkt van dat wij representant zijn van de Molukkers daar. En dat is dus niet het geval. Yes. We gaan de geschiedenis van Indonesië niet herhalen. Maar het is goed, en het is altijd goed natuurlijk, om te kijken hoe de hele politieke klimaat was in die tijd. En Nederland die nam, en tot op heden, en als je dat duidt, hoe was het maatschappelijk klimaat dan? Ik zal 5 voorbeelden noemen, heel kort. Als je kijkt de meest recente, is er een onderzoek geweest, onafhankelijkheid, decolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië. 3 jaar geduurd, heeft onderzoek gedaan, 1945-50. De conclusies is ongelooflijk. Want de conclusie staat loodrecht op datgene wat Nederland altijd heeft aangehaald. Bijvoorbeeld, het was geen vredesmissie. We hebben ongelooflijk veel misdaden gepleegd. Meer dan 100.000 slachtoffers in Indonesië. En men had altijd gezegd van, luister, we zijn naar Indonesië gegaan voor die zogenaamde politionele acties. Vanwege het gevaar, er zijn 30.000 mensen omgekomen. Uit het onderzoek blijkt dat het niet meer is dan 5.000. Je hebt ook in 2021 verschenen een boek, Tabe, het lange afscheid van ons Indië. En daarin zegt de Arendo Joustra, weet je, die hoofdredacteur van Elsevier Weekblad, die zegt dan ook, Nederland nam lang de tijd om afscheid te nemen van zijn kolonie in de Oost. En nog steeds wil Indonesië maar geen gesloten boek worden. Het meest interessante vond ik van Tweede Kamerlid Benno Stokvis in 1951. En hij geeft daar het voorbeeld, NSB'ers
die vroegen om amnestie. En dienstweigeraars die weigerden om in Indië te vechten tegen Sukarno, vroegen ook om hetzelfde, om een soort voorwaardelijke invrijheidstelling. En wat deed Nederland? Wel, de NSB kreeg een vrijstelling, invrijheidstelling, maar de dienstweigeraars niet. Weigeraars vele malen erger dan oorlogsmisdadigers. En in historiek maakt Ronald Friesart ook melding van een gesprek in de zomer van 1942 tussen Wilhelmina en president Roosevelt. En uit het transcript, dus ik zal het letterlijk ook zeggen, vraagt Roosevelt, hoe zit het met Nieuw-Guinea? En Wilhelmina, ze werpt haar beide handen in de lucht en zei dat op Nieuw-Guinea de laagste vorm van menselijk leven ter wereld zit, dat hun schedels het minst ontwikkeld zijn en dat ze de beschaving waarschijnlijk minder begrijpen dan enig ander deel van de wereld. Dan merk je hoe zij kijken naar Indonesië, in het bijzonder naar de Papua's. En het laatste wat ik wil noemen is een internationaal opinieonderzoek van de Britse bureau, gerenommeerd, YouGov. En daar heeft men inwoners van 8 landen in Europa gevraagd over hun mening over de voormalige koloniën. En dan blijkt dat de helft van de ondervraagde Nederlanders zei ronduit dat het koloniaal verleden iets is om trots op te zijn. En ook een kwart van de Nederlanders vinden eigenlijk dat die kolonies terug moeten. Nou, die voorbeelden geef ik even aan hoe men dacht tot nu toe bijna over hun eigen koloniaal verleden. Oké, dat is dus over het maatschappelijk politieke klimaat, zowel toen en nu. De volgende. Dan gaan we naar de onafhankelijkheidsstrijd van Indonesië. Dat vond al plaats toen, in het begin van de vorige eeuw. Maar ook de Molukkers hebben daarbij een rol gespeeld. En frappant daarbij is dat, en dat geldt niet alleen maar voor de Molukken, maar dat geldt voor alle kolonies, dat intellectuelen een belangrijke rol hebben gespeeld bij de hele decolonisatie. Alleen, bij de Molukkers kun je nog een ander onderscheid maken. En ik ga even naar de Ambonse Studiefonds in 1909. Ongelooflijk belangrijk. Daar konden Ambonezen een studiebeurs krijgen en konden studeren. Gelijkertijd zit daar de kiem voor de tegenstellingen tussen Molukkers onderling en religies onderling. Want de Ambonse Studiefonds, daar mochten alleen maar christenen aan deelnemen. Moslims werden buitengesloten, maar ook Molukkers uit de zuidelijke eilanden kregen geen studiebeurs. En daardoor kreeg je al een shifting van intellectuelen die allemaal christenen. En die kregen allemaal mooie banen als ambtenaar, als onderwijzer en zelfs in de rechterlijke macht. Maar gelijkertijd moet je ook vaststellen dat een deel van hun zich keerde tegen het kolonialisme. Dat zie je in Afrika, dat zie je overal. Wat zijn dan de voorbeelden? Als je kijkt naar die Molukse intellectuelen die begonnen allerlei organisaties op te richten. En dan zie je een aantal organisaties die ook later bij de proclamatie van de RMS een rol hebben gespeeld. En die allemaal pro-kolonie waren. Pro-Nederland, pro-Koningshuis, Moluks Politiek Verbond, TWAPRO, weliswaar een Manadoese organisatie. Daar willen ze zeggen van, wij willen graag de 12e provincie worden van Nederland. Dan heb je GSS, dat is de partij van de Manusama, een van de leiders van de RMS. Dan heb je Persatuan Timur Besar. Dat waren ook de christelijke groepen die zich daarin hebben gebundeld. En ook een niet onbelangrijke partij is de Partij voor het Gemene Best. Die vonden dat de Molukken deel moest uitmaken van een soort gemene best, zoals Groot-Brittannië dat heeft. Aan de andere kant waren daar weer die Molukkers die zich verzetten tegen Nederland. En daarbij moet ik echt Sarikat Ambo noemen, 1920. Een belangrijke leider is Alexander Yakupati. Hij organiseerde dat. Hij werd een beetje gezien als een communist.
In die tijd werd iedereen een beetje communist genoemd, maar je mag hem wel beschouwen als een van de eerste linkse activist die Molukkers kennen. Hij werd ook vele malen in gevangen genomen. Hem werd verboden om op Ambon campagne te voeren. En uiteindelijk kwam hij op de meest beruchte concentratiekamp boven Dikkel in Papua terecht, samen met Sukarno, die er ook heeft gezeten. Goed, dat is. Dan heb je nog de organisatie PIM, Partij Indonesië Merdeka. Dat is de opvolger van de Serikat Ambon. Want die werd een beetje verboden. En toen heeft men op Ambon de PIM opgericht. Nou, dat is een volle mond vol. Dan gaan we naar de volgende. Belangrijk is de ethische politiek. Je kent het wel, 1901. Nederland die dacht van, moet je luisteren. Wij hebben natuurlijk ontzettend veel mensen nodig. En we moeten onder aanvoering van de christenen. Zeiden van ja, we moeten die inlanders natuurlijk ook wel enigszins wat meegeven. Dus heeft men een volksraad opgericht. Een soort parlement van Nederlands-Indië. Maar ook in de regio. En dan zie je, wat ik ook al zei, van Ambon Studiefonds. Dan zie je dat er op Ambon een Ambonraad komt. Maar deze Ambonraad was geen Molukkenraad. En die Ambonraad vertegenwoordigde alleen maar de mensen op Ambon en omgeving. Die kregen inspraak. En dan zie je dat op dat moment al de tegenstellingen onderling wordt vergroot. De mensen uit de zuidelijke eilanden die krijgen geen toegang. En uitsluitend met name de christenen. En die Ambonraad bestond niet alleen maar uit de inlandse onderdanen. Hè. Vaak zijn het de dorpshoofden. Maar ook vier Nederlanders. Die stonden ook aan het hoofd van het gewestelijke raad. En hier zie je dat de kiem ook tot bloei komt van de tegenstellingen. Wat je ook later gaat zien. Dan verder. Dan breekt de oorlog uit. En dan zie je ook weer tijdens die oorlog tegen Japan dat twee groepen Molukkers. Je hebt de KNIL, die trouw tegen Japan heeft gevochten. Maar je hebt ook Molukse jongeren die zich aansloten bij de nationalisten. En Sukarno opvolgen. En dat heeft geleid uiteindelijk tot na de oorlog, als Japan capituleert, dan wordt de Republiek Indonesië uitgeroepen op 17 augustus. En dan zie je dat jongeren die Sukarno min of meer stimuleren of half een beetje onder drang tot de proclamatie uitroep, dat ook onder hen vele Molukse jongeren aanwezig waren. En ook dat wordt vaak vergeten of heel bewust weggelaten. Ja. Dan zie je tussen 45 en 49 wordt Nederland gedwongen om aan de onderhandelingstafel te zitten. En dan zie je dat er erg veel conferenties, bij de vorige sheet zie je dat. En dat eindigt uiteindelijk in 1949. Het is goed te vermelden dat in al die conferenties vindt er ook een discussie plaats over zelfbeschikking. Weliswaar een discussie, maar geen zelfbeschikking in de externe zelfbeschikking. Dat zie je nergens terug. Maar dan zie je dat die onderhandelingen in die conferenties, die wordt natuurlijk heel sterk beïnvloed door Nederland, doordat ze met die koloniale oorlogen zijn begonnen. Wat men snel noemt de politionele acties die in 47 en 48 zijn gevoerd. En dan zie je dat onderzoek natuurlijk. Hè? Nou ja, dat spreekt voor zich. Ontzettend veel geweld, verkrachtingen. En nog steeds zijn er nieuwe onderzoeken die dat alleen maar versterkt.
De laatste tijd zijn er twee onderzoeken geweest. Eén op Bali, waar allerlei concentratiekampen te vinden zijn, waar Indonesische nationalisten vermoord zijn. Goed, maar dat is wel een hele belangrijke periode. Want in 1949 wordt het weliswaar een einde aan Nederlands-Indië, maar nog niet Oost-Indonesië. Dus de decolonisatie was voltooid voor het grote deel van Indonesië, maar Oost-Indonesië nog niet. En dat is wel boeiend, Oost-Indonesië. Al was dat alleen maar omdat de Molukken deel uitmaakt van de deelstaat Oost-Indonesië. Yes. Dat hebben we gehad, hè? Aha, Oost-Indonesië. Oost-Indonesië was een deelstaat. De Molukken, en dan moet ik eigenlijk zeggen de Zuid-Molukken, want toen was er een Zuid-Molukkenraad, een soort parlement, die heeft toen besloten om deel te gaan uitmaken van Oost-Indonesië. En Oost-Indonesië had een eigen parlement. En in dat parlement zaten ook vertegenwoordigers van de Zuid-Molukken. En ik wil er drie mensen noemen, die overigens ook een hele belangrijke rol hebben gespeeld. Dat was Kudubun, dat was Hamid bin Hamid en dat was Pupela. Pupela was leider van de PIM, wat ik heb genoemd, hè? De opvolger van Serikat Ambon. Kudubun was vertegenwoordiger van de zuidelijke eilanden. En Hamid bin Hamid was moslim. Deze drie vertegenwoordigden de Molukkers, de Zuid-Molukken, in het Oost-Indonesisch parlement. En wat je dan ziet, en dat is interessant, Westerling, wel bekend natuurlijk, hè, een van de grote oorlogsmisdadigers, probeert een coup te plegen op West-Java. Hij probeert door te stoten naar Jakarta om Sukarno ten val te brengen. Dat mislukt gigantisch. Duidelijk is dat hij steun heeft gekregen, al dan niet formeel, maar in ieder geval van Nederlandse officieren. Hij weet te ontsnappen, maar wat er dan gebeurt, Sukarno die ziet dat en die zegt, ja, zie je, Nederland zit erachter. Een jaar later heb je het conflict van Andi Assis, een kapitein in de knil. Hij woonde in Makassar en samen met de latere president van de RMS, Somokil, besluiten ze tot een coup. Knilmilitairen zouden worden ingezet. En ze dachten ook dat die 5000 Molukse knilmilitairen op Makassar, dat die zouden helpen. Maar dat ging niet door. Zij hielden zich buiten. De grootste deel wilde niet deelnemen, waardoor ook die coup mislukt. En beide, en dat is interessant natuurlijk, hè, zowel de coup van Westerling als die van Andi Assis, heeft er mede toe geleid dat de deelstaat Oost-Indonesië werd opgegeven. En er zijn twee dingen. Na de val van Andi Assis, een van de beste vrienden van Somokil, ging Somokil naar Ambon. Hij week uit, want hij werd gezocht, dus hij vluchtte naar Ambon. Maar gelijkertijd, in 1950, besluiten drie Molukse vertegenwoordigers, Kudubun, Hamid bin Hamid en Pupela, dienen een motie in tegen de regering. Ze vinden dat de regering te pro-Nederlands is en die motie haalt het. De regering komt ten val en aan het hoofd van de regering komt een Molukker te zitten. Ik kom niet zo snel op zijn naam, maar daar kom ik later op. En een half jaar later, augustus 1950, besluit het parlement zichzelf op te heffen. Dat is duidelijk. In die tussentijd, toen zij die motie indiende, rond 23 april, was ze ook heel al op Ambon en ze besluiten tot de proclamatie van de RMS. Zonder te wachten tot de drie terug zouden keren. En dat is later van belang. Yes, volgende. Waarom is het zo belangrijk, die Zuid-Molukkenraad? Er was een parlement, in 1946 opgericht. Interessant is hoe het nou kan dat er Zuid-Molukken ontstaat, terwijl altijd gouvernement Molukken is geweest.
En dan kom ik weer terug op die ene partij, Gemenebest. Werd gesteund door Nederland. En zij zeiden van, het lukt ons als we de Noordmulken meekrijgen. Dus zij naar de grote man, de sultan, de zware delegatie. En binnen 5 minuten staan ze weer buiten. De sultan zegt, nee. Ik doe niet mee met jullie. Ik wil niet onder jullie vallen. Het gaat niet door. Dus we komen weer terug. En toen heeft Nederland gezegd, oké. Dan een splitsing Noord en Zuid. En toen werd de Zuid-Molukkenraad opgericht. Gekozen vertegenwoordigers. En maar je ziet dan al weer die hele tegenstelling, wat eigenlijk al heeft plaatsgevonden aan het begin van de vorige eeuw. Dat de vertegenwoordigers van de zuidelijke eilanden onder leiding van die Kuruboen zeggen van luister, wij willen helemaal niet bij jullie horen. Wij willen eruit. Ze hebben het geprobeerd en het bleef hangen in het deelstaat Oost-Indonesië. Het werd niet behandeld, maar dat geeft aan hoezeer de verdeeldheid aanwezig was. Een belangrijk deel van de mensen uit de zuidelijke eilanden, de Tsalatan, die wilden geen deel uitmaken van de Zuid-Molukkenraad. Ze hadden wel overigens zitting daarin. Dus je moet het beschouwen als een soort parlement. Yes. Nou, de grootste dwaling, dan kom ik zo meteen terug op de hele proclamatie, maar de grootste dwaling vindt in Nederland plaats in 1951. De Internationale Juristenvereniging, en dat is wel belangrijk, gerenommeerd, internationaal, waar alle andere rechtspraken zich op baseren, doen een uitspraak over de RMS. En zij zeggen, de RMS is legitiem. En dan is het goed. En dan zie je, het wordt overal gepubliceerd. Iedereen blijft het maar herhalen. Maar niemand kijkt naar de motivatie. En als je dat leest, dan staat er, het is legitiem omdat de Zuid-Molukkenraad daartoe heeft besloten. Maar die Zuid-Molukkenraad heeft niks besloten. Ze zijn niet eens bij elkaar geweest. En de belangrijkste leiders van de Zuid-Molukkenraad zaten op Makassar. Nog steeds in het parlement van Oost-Indonesië. Geen enkele manier dat de Zuid-Molukkenraad daarbij betrokken is geweest. En dat is de grootste juridische dwaling die je maar kunt bedenken. Want iedereen baseert zich daarop. En dat heeft altijd geleid tot alle conflicten die je maar kunt bedenken. Terug naar die proclamatie. Want dat is interessant. Het tweede juridische aspect van de RMS is dat ze zeggen van ja, wij mochten ons daartoe uitroepen. Ja, ook dat is weer een misvatting. De enige die zich uit Indonesië mocht terugtrekken, waren de deelstaten. Dus allemaal in al die conferenties en al die wetten opgenomen, deelstaten hebben het recht. Dat betekent dat de Molukken, de Zuid-Molukkenraad, die in Oost-Indonesië had zich daaruit moeten trekken, een eigen deelstaat moeten vormen en dan kunnen ze het terugtrekken. Maar dat is niet gebeurd. De RMS is 3 dagen voor de proclamatie opgericht met middels een geweldige speech van Manuzama. En het meest opvallende is dat Manuzama daarin verklaart dat zij nooit door Nederland zijn gekoloniseerd. Ze zijn altijd vrij geweest. Tja, nou ja. Dat kan en dat mag je omarmen. Maar politiek is dat natuurlijk een doodsteek. Dan de volgende vraag. Was het democratisch? 3 dagen van tevoren heeft men gezegd, er komt een volksraad. Volksraadpleging heeft plaatsgevonden. Men heeft flyers uitgedeeld in de stad Ambon. En daar kwamen dan die duizenden mensen bij elkaar. Maar jullie hebben eens gezien op de kaart. Ambon is niet de Molukken. Ambon is maar 1 stad op de Molukken. En het bestaat uit ontzettend veel eilanden. En die dagenlang van elkaar verwijderd zijn. Democratisch? Hoezo democratisch? Alleen Ambon stad is betrokken geweest
bij die volksraadpleging. Is het rechtmatig? Nee, dat is wel gebleken. En dan komt de interpretatie. Welke politieke duiding geef je? Politieke duiding is duidelijk dat al die groeperingen die zich daarachter hebben geschaard, pro-Nederland was, pro-Koningshuis, kolonialisme heeft ontkend. En dat is de politieke duiding die ik eraan geef. Het is een koloniaal product. Het heeft niks te maken met democratie. Nog sprake van deelname. En dan zie je ook dat alle moslimorganisaties die daar toen actief zijn, ik heb ze in het boek allemaal genoemd, distancieren zich daarvan. Yes. Dan heb je natuurlijk altijd het, en daar eindigt mijn boek een beetje van, over de komst naar Nederland. En dat is buitengewoon interessant. Omdat in de beleving van Nederlanders en van veel Molukkers, is dat alle Molukse kneelmilitairen naar Nederland zijn gekomen. Het grootste deel van de Molukse kneelmilitairen zijn in Indonesië gebleven. Zijn daar gedemobiliseerd, zijn in grote getale overgestapt naar het Indonesische leger of zijn teruggekeerd naar hun dorp. Grootste deel. Meer dan 3400 militairen zijn naar Nederland gekomen. Ook daarin moet je onderscheid maken. Het grootste deel van de militairen die naar Nederland zijn gekomen, hebben niet deelgenomen aan de oorlog. Die zijn in 48, 49 zijn ze geronseld. Omdat Nederland dacht, er komt nog een derde politionele actie. Daar hebben we ze nodig. Maar ze zijn nooit in actie geweest. Dus ze hebben maar 3 jaar in dienst gezeten en uitsluitend opgesloten in de tanksie. Een ander deel van de Molukkers die hebben wel langdurig gediend. Is die komst naar Nederland onder dwang? Ten dele. En dat blijkt ook wel. De grootste deel zijn in Indonesië gebleven. Er was wel degelijk een keuze om te blijven. Maar de kneelmilitairen hebben 2 commissies in het leven geroepen. Ook dat wordt vaak verzwegen. Je had een commissie Apono die naar Nederland zijn gegaan om daar de onderhandelingen te voeren. En er was een commissie Gaspers die in Indonesië bleef om daar de onderhandelingen te voeren. Gaspers was erin geslaagd om de onderhandelingen zodanig te voeren dat hij groen licht kreeg om met 3 boten terug te keren naar de Molukken, zonder voorwaarden. Hij meldt dit in Nederland. Maar de toenmalige advocaat van Apony zei van, nee, niet doen, niet doen, niet doen. Maar deze Gaspers, die roept al de hoofden die in allerlei delen van Java verbleven in die tanksies, riep hij naar Jakarta. Ze zaten allemaal thuis te wachten op hem voor de vergadering. Hij komt aan, hij wordt doodgeschoten en de vergadering ging niet door. Er wist overigens wel 1 boot te vertrekken, 2 boten. 115 militairen zijn allemaal naar de zuidelijke eilanden gaan, naar de Kei. En die zijn daar zonder noemenswaardig probleem, hebben zij zich geïntegreerd. Dus was er dwang of keuzevrijheid? Nou, dat is maar een halve waarheid. Interessant is de rol van Nederland. Want die Molukkers komen aan in Nederland en worden opgevangen door een comité, rijke mensen, invloedrijke personen, die hadden 1 gemeenschappelijke doel, namelijk Indië terug in Nederland. Dus zij verzet zich tegen het kolonialisme, tegen de decolonisatie, wilde herstel van Nederlands-Indië. Zij zagen natuurlijk de kans om deze mensen te helpen. Zij namen alles over. Advocaten werden ingeschakeld. Ze hebben in alle Nederlandse bladen hebben ze geadverteerd met veel geld. Zij hebben eigenlijk het heft in handen genomen. Eerst het comité voor ereherstel, later overgenomen door de Eeuwentrouw. Dat waren oer-christelijke, conservatieve organisaties.
En zelfs de SGP is daar nog vrij links bij vergeleken. En dat is de feitelijke situatie. En dan moet ik nog even... De RMS in Nederland. Laat ik maar één voorbeeld noemen. Manu Sharma, die komt in Nederland aan. Maar hij krijgt een spreekverbod. Hij mag zich niet uiten. Maar hij gaat wel naar de bijeenkomst. 3000 mensen zijn bij elkaar in Den Haag. En hij zegt dan, luister, ik mag niks zeggen. Maar laten we allemaal opstaan. En de 6e couplet van Wilhelmus zingen. Ja, en dat was niet ongewoon, want bij elke proclamatiedag in Nederland werd het Wilhelmus gezongen, de Nederlandse vlag en de RMS-vlag. Dus hoe wil je dat nou interpreteren? Je kunt moeilijk de interpretatie van dat RMS een deel uitmaakt van zeg maar een decolonisatiebeweging. Ja, dat is niet waar. Het was gewoon een koloniale beweging. Gedragen door mensen die het koloniaal racisme in stand wilden houden, de kolonie in stand wilden houden en het koningshuis lief heeft. Dat is de trieste, pijnlijke conclusie. Volgens mij ben ik er doorheen. Zeker. Heel erg bedankt Sam voor uitgebreid onderzoek en dus allemaal terug te lezen met bronnen, nu waar je het kan bestellen, het boek. Ik was blij om te horen dat het blijkbaar hard gaat, je zit nu in de tweede druk. En in al die feiten die je naar voren brengt, zou ik er eentje in het speciaal even uit willen lichten. En over door willen vragen. En dat is namelijk die verkiezingen in de Zuid-Molukkenraad. Want er zijn dus in 1946 en 1948, zo schrijf je, zijn er verkiezingen geweest. En ik vind dat een redelijk cruciaal punt. Omdat daar, zo schrijft de partij Indonesia Merdeka, de PIM dus, de antikoloniale partij, die dus lijnrecht tegenover de grondleggers van de RMS stonden, die was daarin de grootste geworden. Dus daaruit zou je afleiden dat de meerderheid van de Zuid-Molukken eigenlijk helemaal niet achter de RMS zouden staan. Zeker in achtneming met dus dat die proclamatie alleen op Ambon is uitgeroepen. Dus mijn vraag is dan eigenlijk, in hoeverre waren die verkiezingen in 46 en 48 vrij? En denk je dat die een oprechte afschildering zijn van het sentiment in de Zuid-Molukken als geheel in die tijd? Nou ja, kijk, het is heel weinig bekend over hoe die verkiezingen zijn georganiseerd. Het enige wat bekend is, is dat de verkiezingen gewoon heel, heel goed heeft plaatsgevonden. Ik moet even de deur open doen. Iemand komt een fiets halen. Ogenblik. Oké. Nou, dan wachten we even. Iedereen een momentje om even snel thee of water te pakken. Oh, wacht. Nee, ik ben heel snel terug. Kijk. Ja. We hadden het over de verkiezingen. Ja, dus die verkiezingen zijn, als je dat in de context van de tijd bekijkt, zijn die vrij redelijk goed verlopen. Vrij eerlijk verlopen. En dat blijkt ook uit de manier waarop de Volksraad is gekozen. En natuurlijk moet je dat wel plaatsen in de context van de tijd. Omdat een heleboel mensen die gekozen zijn, die hadden natuurlijk ook een adellijke functie, zeg maar. Hè? En dus die werden op traditionele wijze gekozen. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar de kandidaten, hè, er waren allemaal kandidaten die naar voren werden geschoven. De kandidaten van de PIM, die werden gekozen. Maar ook de moslimkandidaten werden gekozen die zich achter de PIM. PIM was overigens ook de enige partij die zowel moslims vertegenwoordigden als christenen. En dat is wel interessant. Ja, en in die tijd
viel natuurlijk de Zuid-Molukken ook onder de knel. Dus als we het hebben over een soort van regimeonderdrukking, dan zal dat niet van Indonesië zijn gekomen toen. Ja, er waren toen in de tijd met de proclamatie waren er volgens mij 2000 knelmilitairen aanwezig op Ambon. Maar die waren dus niet betrokken bij de verkiezingen. Ah ja. En dat is het verschil. Ze hebben natuurlijk wel behoorlijk veel invloed gehad. Hè, en er zijn ook erg veel onderzoeken geweest waar sprake is geweest van geweld tegen activisten, tegen nationalisten. Dat vereist een nieuw onderzoek. Ja. Maar goed, dus dat is dan geweld tegenover de nationalisten. Nou ja, andersom zullen misschien RMS'ers zeggen, ja, vandaag de dag is het natuurlijk andersom. Is het zo dat je in Maluku niet zomaar een RMS-vlag hoog moet houden? Ik zag het laatste bericht dat ik kon vinden was dat in 2021 nog 3 mensen zijn gearresteerd voor het hooghouden van de RMS-vlag. Als de RMS in Maluku zelf zo weinig aanhang heeft, waarom wordt dat dan toch gecriminaliseerd? Ja, ja, daar heb ik me hoogst om verbaasd. Als je kijkt dat de vlaghijsing zich heeft plaatsgevonden in 2-3 dorpen. Kijk, de Molukken kent 960 dorpen. En het vindt slechts plaats op een paar locaties. Wat ik wel ernstig vind, is de manier waarop mensen die vlaggen hangen en uitsteken, dat die zwaar worden veroordeeld. En ik vind dat ook een grove schending. Zou niet mogen. En er is wel wat anders aan de hand. En dat mag ook niet vergeten worden. Dat het conflict in 1990, in 2000, 2000, 1999, 2000, ongeveer tot 2003, duizenden slachtoffers. Conflict wat vertaald wordt tussen moslims en christenen. En het gevaar is altijd, kijk, de RMS wordt vereenzelvigd door met christenen. En men is ontzettend bang dat als dat weer oplaait. Dus er is een grote angst dat niet nieuwe conflicten. En dat heeft ertoe geleid dat men zo zwaar ingrijpt. De angst voor nieuwe conflicten. Ik ja, heb daar specifiek interreligieuze conflicten tussen christenen en moslims in Maluku, zeg je. Ja, ik heb daar 2 jaar gewerkt op Ambon, van 2010 tot 2012. En dan zie je dat er hele kleine conflicten ontstaan. En dan zie je in één keer dat het weer gepolitiseerd wordt. En dan wijst men naar de RMS. En dus de angst zit er goed in. En dat is een van de redenen waarom men dat niet zo tolereert. Terwijl als je bijvoorbeeld in Jakarta bent of in Surabaya en je loopt daar met de RMS-vlag, is helemaal geen probleem. Oké. Nou ja, jij hebt ook ondervonden, las ik in je boek, dat het zelfs in Nederland moeilijk kan zijn om over de RMS te hebben, maar dan weer andersom, om het op een kritische manier te hebben. En dat er eigenlijk sinds de jaren 50 weinig ruimte was geweest binnen het om kritiek te uiten op de RMS. Je geeft dus een paar voorbeelden over jezelf, maar ook andere voorbeelden. Kun je daar misschien wat meer over vertellen? Ja, nee, goed. Kijk, het probleem was natuurlijk in Nederland dat het werd gedragen door een groot deel van de Molukkers. Niet allemaal, hè. Als je bijvoorbeeld kijkt naar in 1970 was 30% van de Molukse bevolking in Nederland had gewoon de Indonesische nationaliteit. Maar je ziet dat een aantal conflicten, het grootste conflict heeft zich voltrokken in Vught. En dat was een etnisch conflict, maar wel langs politieke scheidslijnen. En dat heeft ertoe geleid dat met name de mensen uit Zuidoost-Molukken zich uit de woonorde terugtrokken in eigen woonwijken gingen stichten en woonorde gingen stichten. En dat had met name daarmee te maken. Je had nog meer conflicten in het grote kamp Schattenberg, Westerbork. Daar werd de leider van een partij werd opgehangen. 3 maanden het ziekenhuis.
omdat hij zich, toen hij nog in Jakarta was, had hij een verklaring getekend met zijn organisatie dat ze tegen de proclamatie waren. Dat is de jaren 50. We hebben ook natuurlijk conflict gehad in hetzelfde Schattenberg met de moslimgemeenschap. Die hebben zich ook daaruit teruggetrokken. Maar daarna vindt er allerlei conflicten plaats. Hè. Mensen durven niet te zeggen, zeker niet in woonwijken waar de dominantie RMS is, die durven niet voor hun eigen mening uit te komen. Dat is gewoon een feit. Dus pas in eind jaren 90, 2000, ontstaat een soort status quo, waardoor het wel kan. Het voorbeeld is bijvoorbeeld toen wij bezig waren met de oprichting van de Molukse progressieve beweging. Ja, daar hebben we erg veel intimidaties mee gemaakt. En dreigementen, et cetera. Dus dat maakte eigenlijk deel uit van de hele emancipatie, interne emancipatie. Dus eigenlijk moet je nou blij zijn dat het nu wel kan. Nu kun je gewoon zeggen dat je wat je vindt. Ja, want je bent zelfs een keer beschoten. Ja, in de jaren 70 is mijn hele huis beschoten. En is onderdeel natuurlijk, hè. Dat maak je altijd mee. Als je een andere standpunt inneemt. Ja. Ja, het is triest, maar waar. Ja, en we zijn nu, dat vond ik ook heel boeiend om te lezen, want je noemt nu de jaren 80, de progressieve Molukse beweging. Dat jullie toen samenwerkten ook met Indonesische ballingen, vluchtelingen voor Suharto, een soort neocoloniale regime, wat de coup had gepleegd, de staatsgreep tegen Sukarno, met het Westen samenwerkte. Jullie waren solidair onderling, maar dus niet per se tegen Indonesië als eenheidsstaat, maar eerder tegen het neocoloniale regime van Suharto. En je schrijft dus ook dat de RMS daar eigenlijk geen plek in had. En dat was relatief groot, vond ik. Een paar honderd Molukse jongeren waren erin actief. Dus ja, best groot. Als je dat vergelijkt met nu, heb je het idee, hoe zie je nu het draagvlak voor de RMS en de meer kritische stemmen binnen de Molukse gemeenschap in Nederland en misschien ook Nederland in bredere zin? Ja, kijk, de Molukse gemeenschap bestaat ongeveer uit 72.000 mensen. En als je bijvoorbeeld gisteren was die proclamatiedag of gisteren, dan is nog is maar 1% van de bevolking heeft daar een deel genomen. Als je dat vergelijkt met 35 jaar geleden, toen was de Molukse gemeenschap de helft nog, hè, 35.000 ongeveer. En toen gingen er 5.000-6.000 mensen naartoe. Dus van 20% naar 1%. Ja, dan kun je niet volhouden dat die draagvlak nou zo stevig is geweest. Maar je moet ook vaststellen dat het niet zozeer gaat om inhoud. Het heeft ook sterk te maken met dat het eigenlijk een cultureel symbool is geworden. Om zich af te zetten of te onderscheiden van anderen. Etnische minderheden. Dan zeggen we, ja, we zijn een aparte groep. Kijk, we hebben een eigen vlag, et cetera. En dat zie je overal. Hè. Je ziet bij, als je naar een wedstrijd van Feyenoord gaat, dan zie je RMS-vlaggen van Feyenoord, RMS. Je gaat naar Ajax en dan doen ze dat ook. En soms hebben ze ruzie met elkaar. En zelfs bij FC Groningen zie je een vlag hangen. Dus ik zie er weinig politiek in. Oké. Duidelijk. Dan heb ik nog een laatste vraag voordat ik hem opengooi voor alle vragen in de publiek ook. En dat is om toch ook weer even kritisch te zijn. Er zijn natuurlijk veel mensenrechten schendingen in Maluku. En iets waar vaak ook over gesproken wordt zijn palmolieplantages. Bijvoorbeeld op Seram. Waar vaak ook mensenrechten schendingen zijn tegen inheemse volkeren. We hebben binnen RLS ook wel eens samengewerkt met BAM bijvoorbeeld, die daar campagne op voert. En dan spreek ik soms progressieve Molukkers hier in Nederland die zeggen van, je hebt gelijk over de RMS. Van dat was dan koloniaal, pro-koloniaal. Maar dan zijn ze dus eigenlijk ook kritisch op Indonesië en zeggen ze van, ja, eigenlijk willen we een soort dekoloniale variant, een soort
andere onafhankelijke inheemse federatie of iets dergelijks. Hoe zie je zoiets? En dan ben ik vooral benieuwd, want het is één ding als mensen in Nederland wat zeggen. Maar je bent zelf ook wel vaker in Molukken geweest, je hebt natuurlijk veel onderzoek naar gedaan. Heb je ook het idee dat daar behoefte voor is? Zeker dan denk ik aan misschien de gemeenschap die wat harder de klappen vangen van dat soort mensenrechtsschendingen. En als niet volledig onafhankelijkheid, misschien behoefte aan meer autonomie of landrechten. Hoe zie je dat? Als je kijkt naar schendingen van mensenrechten, dan vindt dat voornamelijk plaats over grondrechten. En ik was betrokken bij de oprichting van de eerste organisatie die zich bezighield met inheemse rechten. En Indonesië heeft moeite met inheemse rechten. Tijdens het Suharto-bewind werd dat helemaal aan de kant geschoven. En men nam... grond werd gewoon toegeëigend. En concessies werden gewoon afgegeven. En na de reformatie is wel sprake van een verandering. Toenemende mate van democratisering. Allemaal parlementen. Maar één probleem blijft weerbarstig. En dat zie je dat het gaat om het kapitalisme. Want grond heeft een andere betekenis gekregen. Het grootste deel van de grond is in bezit van inheemse dorpen. Maar grond heeft nu ook een kapitalistische waarde. Want je kunt krediet krijgen als je kunt aantonen dat je grond bezit. Dus heb je een bewijs nodig. En dat is moeilijk te verkrijgen. Dan moet je voor betalen. Dan worden er landmetingen. Omdat het waarde heeft nu, zijn mensen ook geneigd om het snel te verkopen. En dan zie je dat die grote mijnbouwbedrijven en palmolie, ja, die kopen gewoon alles op. En dan heb je wel allerlei vergunningen nodig. En dan zie je dat die vergunningen worden afgegeven door hun eigen leiders. Dus het grote verschil met tijdens het Suharto-bewind is dat we nu te maken hebben met eigen leiders. Er zijn geen Javaanse leiders op de Molukken. Of mensen uit Sumatra of wat dan ook. Het zijn meer dan 400 parlementariërs, verdeeld over het hele gebied. 99% Molukkers. Alle hoofden zijn Molukkers, worden ook democratisch gekozen, maar geld maakt macht. Dus ze geven snel vergunningen af. Je ziet ook dat het aantal bestuurders die opgepakt worden wegens corruptie alleen maar toeneemt, zelfs dorpshoofden. En dat is het grootste probleem. Het grootste probleem is de integriteit van bestuurders. Een aantal zijn heel integer en weigeren vergunningen af te geven, waardoor die grote maatschappijen geen voet aan de grond krijgen. Je hebt ook ontwikkelingen, bijvoorbeeld van een dorp Haruku. Het dorp Haruku op Haruku. Die heeft ervoor gezorgd, met behulp van de Alliantie Masyarakat Adat Nusantara, dat is de inheemse landelijke beweging, dat de dorpsgronden gecertificeerd zijn in handen van het dorp. Dus niet meer van individuen. Waardoor ze heel moeilijk kunnen worden verkocht. En als je kijkt naar die alliantie, die heeft op de Molukken van de 940 dorpen, hebben ongeveer 300 zich aangesloten bij die alliantie. Dus die alliantie is van groot belang om zich sterk te maken voor de inheemse rechten. En dat geldt voor al die provincies in Indonesië. En ze weten wel enige verandering aan te brengen. De wetgeving is aangepast onder Jokowi. Maar het blijft toch een probleem. Want het kapitalisme is natuurlijk een geweldig gedrocht. En je kijkt niet naar
Kijk, of je nou een democratie bent of niet. Geld. Ja, wat ik dus nu eigenlijk hoor is, je zegt het grotere probleem is het kapitalisme in dit geval. En niet zozeer dat de Molukken niet onafhankelijk is. Nee, dat heeft er weinig mee te maken. Ja, duidelijk. Ik wil hem graag opengooien. Dus mochten mensen vragen hebben, dan kan je... je hebt volgens mij zo'n hand die je op kan steken, of anders ja, mag je jezelf ook unmute hoor. Dat is prima. En je kan dus ook, als je wil, vragen in de chat zetten. Dat is ook helemaal goed. Mocht je niet op de camera willen. Ja, je presentatie is zo helder volgens mij, Sam, dat er weinig te vragen is overgebleven. Helemaal even de kans voor de mensen die... Ja, kijk, daar komt hij al. Ik krijg een vraag van Simran. Hoe sterk was de PKI, dus de communistische partij, onder de Molukse bevolking, is de vraag. Nou, voor een provincie als de Molukken zijn er honderden opgepakt in 65. De leiders van de... Misschien voor de mensen die niet bekend zijn met 65, kun je ook even uitleggen wat er in 65... Ja, in 1965 had je dus de coup van Suharto. En toen zijn er bijna 1 miljoen... men zegt altijd communisten, maar dat waren vakbondsmensen, dat waren kritische mensen. Dat waren kunstenaars. Want je had de Lekra, dat was een vakbond van kunstenaars. Al die mensen zijn toen opgepakt. Vakbonden, ja, die zijn allemaal vermoord. Niet alleen maar mensen... Er zijn natuurlijk ook ontzettend veel mensen vermoord die helemaal niks hadden. Maar gewoon omdat ze werden verraden. Om zeg maar persoonlijke kwesties hebben ze gewoon uitgespeeld. Maar het is een gigantische massaslachting geweest. En de huidige president Jokowi heeft onlangs, en dat is natuurlijk wel nieuw, heeft onlangs zijn excuus aangeboden voor datgene wat zich in 65 heeft afgespeeld. Heeft ook beloofd om te kijken naar schadeloosstelling. Dus dat is natuurlijk wel een mijlpaal in de geschiedenis. Maar op de Molukken had je natuurlijk leden van een vakbond, met name van de boerencoöperaties. Er is onlangs een boekje verschenen. En met verhalen daarover. En die hebben... op initiatief van een van de progressieve organisaties, de Pemuda Duplumei, die maakte deel uit van de progressieve beweging, die hebben daartoe het initiatief genomen. En dat is heel, ja, dat is historisch. Ik weet toevallig van de drie leiders, de voorzitter, die werd meteen vermoord. De secretaris is omgekomen in gevangenschap. En de penningmeester die verbleef op Buru. En die is toen na zijn vrijlating in 1976... heeft zijn familie hem naar Nederland gehaald. En hier overleden. Dus van hem heb ik veel verhalen gehoord. Ik zie heel veel vragen binnenkomen. Ik wil zelf ook nog heel even... Maak even een connectie in mijn hoofd, want natuurlijk was Suharto, nou ja, was een vervent anticommunistisch, dus ook met behulp van het Westen aan de macht gekomen, ondersteund. Maar wat me dus ook opviel was dat je hebt een stuk in je boek over de ideologie van de RMS. En daarin laat je ook zien dat de RMS zelf ook best wel anticommunistisch was. Misschien kun je daar ook wat over vertellen. Ja, maar dat is inherent aan het feit dat je pro-Nederland bent, pro-Koningshuis. Dan ben je ook anticommunistisch, toch? Want dat was toen in de jaren 50 was dat heel normaal. Maar dat is altijd zo geweest, hè? Als je kijkt naar die hele koloniale bewegingen, dus de voorstanders van het kolonialisme,
die heeft zich altijd, nou ja, men noemt dat communisme, maar het was gewoon anti-links. En dat is wel verklaarbaar. Dus ik schrik er niet van. Je ziet het ook in de jaren 50 in Nederland. Dat werkt gewoon door. Ik weet nog dat wij in de 1 mei-viering organiseerden in Assen. En dat hebben we één keer hebben we dat moeten aflossen. Groot facet binnen de gemeenschap. Ja. En ja, 1980 dacht ik, kun je nagaan. Ja. Ik ga de vraag een beetje bundelen, want er zijn er ineens heel veel binnengekomen. Dus ik geef je er drie per keer. Nummer 1, is de Perjuangan anno 2023 nog wel een strijd dan? Of is het een, tussen aanhalingstekens, Nederlands-Molukse strijd? Vasthoudend aan een sentiment waar men trouw aan is op basis van emoties. En de volgende vraag, hoe kijken Molukkers in Nederland volgens u nu naar de Nederlandse overheid en het Koningshuis? Wordt het Wilhelmus nog gezongen en wordt de Nederlandse vlag nog gehezen? De laatste keer dat massaal het Wilhelmus werd gezongen was in 1986, 87, toen alle eerste generaties Molukkers werden gevraagd naar het stadhuis of naar een cultureel centrum te gaan, waarbij ze van de burgemeester een lintje kregen voor verleende diensten. En toen werd er massaal het Wilhelmus gezongen in twee talen. Maar wat je nog steeds ziet, elke keer als de koningin in het verleden, Beatrix en de koning, een bezoek bracht aan een gemeente waar veel Molukkers wonen, met originele dansen werd ze ontvangen. En dat sentiment zit er nog steeds in. Ik heb in de Eerste Kamer heb ik altijd geweigerd om naar de Prinsjesdag te gaan. Eén keer ben ik geweest vanwege 9-11. En ik kon het niet. Ik kon niet opstaan. Toen de koningin binnenkwam. Ik was de enige en ik kreeg verdomme de camera recht op mijn kop. ik kon het niet opbrengen. En dan eindigt het altijd met drie hoeraatjes van hoera, hoera. Ik kon het niet uit mijn mond krijgen. En de vraag of het dan een Nederlands-Molukse strijd is geworden. En wat betekent die strijd vandaag de dag? Ja, kijk, in Nederland is dat natuurlijk niks zeggends. Hè? In de zin van het heeft nauwelijks invloed. Maar wat je dus ziet, en ook dat moeten we gewoon onder ogen zien. Hè? We zitten al met 5 generaties in Nederland. En het is een natuurlijk proces dat het grootste deel van de jongeren die zijn gewoon geassimileerd. Oké, ik heb nog een paar vragen. Vind je dat het Molukse volk toen en heden ten dagen zijn zelfbeschikkingsrecht heeft kunnen uitoefenen? En hoe sterk zijn de provinciale parlementen ten opzichte van de centrale regering, de DPRD's, om dit recht uit te oefenen? Ja, het is maar waar je het over hebt, zelfbeschikkingsrecht. Hè? De zelfbeschikkingsrecht, bij de soevereiniteitsoverdracht was er wel een zelfbeschikkingsrecht, maar geen externe. En wat je dus ziet, is dat, dat lees je nog steeds, hè, dat men zegt, ja, maar Nederland heeft ons beloofd dat we onafhankelijk zouden zijn. Ja, dat is niet waar. Alle notulen van de ministerraden, dat vind je niet op te lezen. Ik weet wel hoe het komt. Er was in de tijd een breed politiek draagvlak daarvoor. Met name voor de christenen. En dat heeft het niet gehaald. De motie heeft het niet gehaald. Omdat anders het kabinet zou vallen. En dat verklaart ook dat soort prominente politici die daarvoor hebben gepleit, waardoor de indruk ontstaat dat de regering dat heeft beloofd. Maar dat waren gewoon politici. En dat is natuurlijk een belangrijk verschil. Zelfbeschikkingsrecht in Indonesië. Kijk, mensen die, als je kijkt naar de hele reformatie, wat zich heeft gediend bij de val van Suharto. Indonesië is volledig gedecentraliseerd.
de meeste invloed en macht en geld, dat zijn de regionale organen. Als je kijkt naar de Molukken als provincie, bestaat uit 11 regio's en steden, elk met een parlement, met een bestuurders, allemaal rechtstreeks gekozen. Zelfs ze zijn nog democratischer dan Nederland, want de burgemeester wordt hier niet gekozen en de commissaris van de koning ook niet, maar daar wel. Worden ze allemaal rechtstreeks gekozen. Als je ook kijkt naar de observers van de verkiezingen verlopen allemaal keurig. Kijk, je kunt kritiek hebben, maar dat is een andere soort kritiek dan of de verkiezingen goed hebben plaatsgevonden. Je kunt twijfel hebben of mensen kiezen op grond van hun etniciteit of kiezen op grond van hun religie. Of omdat ze niet weten op wie ze moeten stemmen. Of ze denken van nou, dat is erg veel. Daar kun je twijfel aan hebben. Maar de verkiezingen zijn allemaal keurig verlopen. En het zijn allemaal Molukkers die gekozen worden. De meeste macht ligt bij de Bupati, dus de regionale hoofd, en de burgemeester. En minder bij de gouverneur. De meeste taken zijn in handen gelegd van de regio's. En daardoor. Ja, in heel Indonesië zijn dat de mensen die het meest worden opgepakt. Wegens corruptie. Oké. Komt eigenlijk terug op de vraag die ik je eerder stelde. Ik ga dan weer naar de volgende vraag. Dat is iets langer. Dank voor uw leerzame lezing als eerste. U zegt dat het animo van RMS is gedaald, onder andere omdat de aanwezigheid op demonstraties aanzienlijk is gedaald ten opzichte van tientallen jaren geleden, terwijl het aantal Molukkers in Nederland is toegenomen. Door digitale ontwikkelingen onder andere zijn er ook andere vormen en uitingen van solidariteit en animo, en dit is niet alleen afhankelijk van fysieke aanwezigheid. Kunt u het causaal verband duiden van de daling van het aantal aanwezigen op de demonstraties en daling in animo voor de RMS? Dus eigenlijk, als ik het even vrij mag vertalen, wordt hier gezegd van ja, ik kan wel zeggen dat er minder mensen op de demonstraties zijn, maar misschien zijn die wat meer actief op Facebook of Twitter. Zegt dat nou echt wat over de animo voor de RMS? Dat is een beetje de vraag. Ja, nee. Kijk, internationaal, als je pleit voor een ideaal, dan is fysieke aanwezigheid altijd nummer 1. En dat betekent dat je mensen moet mobiliseren, demonstreren, aanwezigheid, dat maakt de meeste invloed. En dat zie je ook, dat als dat gebeurt, dan kom je ook in de media, kom je op journaal, et cetera. Dat gebeurt dus niet. Maar waar je het eigenlijk over zou moeten hebben, is welke indicatoren gebruik je om iets te meten? 1. Je kunt zeggen van, nou ja, hoe zit het met de vlaghijzing in de Molukse wijken? Nou ja, ik woon in de grootste Molukse wijk en ik kom niet verder dan 1/3. Terwijl vroeger was dat 2/3. Dus dat is al minder, dat is 1 indicator. Tweede indicator is, ben je lid van een RMS-organisatie? En betaal je daarbij ook contributie? Dat is belangrijk. Misschien wel heel erg belangrijk. En dan zie je dat ze altijd geld tekort komen. Er zijn maar een paar honderd mensen die betaald lid zijn of wat dan ook. Ze zijn vaak niet in staat. Kijk, de meest getraumatiseerde voorbeeld zijn de graf van de mensen die omgekomen zijn in de trein. Men heeft jarenlang niet kunnen betalen. Dat is echt verschrikkelijk. Ik vind het echt. Je schaamt je dood. Los van de politiek. Dus hoezo je draagvlak? En als je zegt van digitaal, ja, digitaal is de meest makkelijke manier om te zeggen van ja, daar ben ik bezig. Dus allerlei sociaal gewenste antwoorden kun je geven. En dat zie je ook in social media. En niet alleen maar ten aanzien van de RMS, maar ook ten aanzien van elk ander vraagstuk wordt daar kwistig gebruik van gemaakt. Want je hoeft niet te laten zien. Je bent anoniem en je kunt zeggen wat je wil. Maar waar zijn de politieke debatten dan? Jaren 60, 70, 80 waren overal van de debatten plaats. Nu vindt er geen 1 debat plaats. Niet 1. Dus hoe wil je vooruitkomen?
Sam, kan ik bij deze dan dit interpreteren ook als een uitnodiging dat jij zou willen deelnemen aan een debat? Als een iemand een aanhanger van de RMS dat met jou zou willen doen? Nou ja, ik heb een tijd geleden toen kreeg ik een prominente plek in de brief van Wattiliti, die zichzelf de president noemt. En in zijn brief heeft hij mij 6 keer genoemd of zo. Met allerlei aantijgingen. Toen heb ik hem een open brief gestuurd van Wattiliti, moet je luisteren. Zeg maar wanneer, waar. Jij mag het bepalen. Dan gaan we in debat. Nee. Ik durf eerlijk gezegd, ze durven gewoon niet in debat gaan. Omdat ze de feiten niet kennen. Ze kunnen het niet onderbouwen. Het is gebaseerd op drijfzand en het is aantoonbaar. Hun hele juridische onderbouwing, dat deugt van geen kant. En ze gebruiken alleen maar dezelfde argumenten om te herhalen, te herhalen, te herhalen, maar zonder enige onderbouwing. Niemand hoeft het eens te zijn met mij. Iedereen mag mijn boek bekritiseren, maar doe dat dan wel met onderbouwing. Vertel mij welke bronnen niet deugen. Welke feiten kloppen dan niet? En ik vind het jammer. Ja. Want juist, de milieugemeenschap heeft juist behoefte aan een maatschappelijk debat. Oké, okay, nou, bij deze blijft de uitnodiging staan dus. Altijd. Ik ga door, er blijven ook steeds meer vragen binnenkomen. Deze persoon die heeft er een stuk of 7 vragen. Ik ga ze niet allemaal in 1 keer doen, want ik wil ook nog eerst even naar de andere toe. Als de tijd overhoudt op het einde, dan doe ik de andere ook. Maar ik begin met de eerste. Vraag over de sociale kasten. Als die hier in Nederland is sinds de aankomst, onder welke sociale kasten zou u toebehoren? Hoe positioneert u zichzelf? En dan pak dan wel even de tweede vraag. Waar is de onderbouwing over dat RMS-aanhangers of de creatie, zoals in de social media tekst Instagram van rechts, reactionair Nederland en doordrenkt is met liefdesbetuigingen aan het Koningshuis zouden zijn? Waar is dat op gebaseerd? Hoe kom je aan die? Ja, volgens mij heb je dat al redelijk onderbouwd, maar misschien kan je dat nog wat uitgebreider doen. En daarnaast is de vraag. Ja. De eerste vraag is simpel, hè? Mijn ouders behoren ook tot de eerste generatie. En we zijn ook in de goot zijn we terechtgekomen. En wij behoren ook tot diezelfde lage sociale kasten. En dat kun je ook zien. Omdat die sociale kasten heeft zich gereproduceerd ook in de tweede generatie. Niet voor niets wordt de tweede generatie de Lost Generation genoemd. We hebben de minst aantal intellectuelen van de tweede generatie. En dat is ook logisch. Gezien het feit dat wij nakomelingen zijn van een sociale kaste. En dat zie je ook, vergelijk dat maar met de Nederlandse arbeidersklasse. Die heeft zich ook gereproduceerd. Ook de kinderen van die arbeidersklasse heeft zich ook niet echt goed verbeterd. Dat kost enige generaties, dat is één. Tweede, waar baseer ik alles op? Ja, mijn hele boek is daarop gebaseerd. Zeg het maar. De viering van de proclamatie in de jaren 50 werd het Wilhelmus gezongen. Werd de Nederlandse vlag gehezen. De aanhankelijkheid met het Koningshuis. In de jaren 40, in de jaren 50. En zelfs in Nederland. Om maar te zwijgen over. Als ik de Facebook open doe. En het gaat over de knil. Dan is het alleen maar respect, respect, respect. Er worden constant. Kijk, ik hou erg veel van mijn vader. Maar daarmee hoef ik hem niet gelijk te geven. Voor de keuze die hij heeft gemaakt. En dat is een groot verschil. Men maakt geen onderscheid tussen de liefde voor je ouders en de positie die ze hebben ingenomen tijdens de koloniale periode. Ik zeg niet dat ze schuldig zijn. Ze zijn ontzettend misbruikt. Ze zijn gemanipuleerd in het leger terechtgekomen. Maar ga ze niet verdedigen, zeg. Duidelijk antwoord. Omdat ik toch ook de ruimte wil geven aan de kritische vragen, pak ik er nog 2 van dezezelfde persoon. Die zegt, is het echt zo dat je in Surabaya en Jakarta met een RMS-vlag rond kan lopen? Is dat iets wat getest is? Zover velen weten is dat niet te doen, toch? En navraag, wie waren de 3 namen die u nog belangrijk vond om te benoemen? Ook alweer, die slide werd niet... Dus of u die 3 namen nog even kan herhalen, die wilt u later opzoeken. Ja, dus
Kudubun, een van de leiders uit Zuidoostelijke, een KJ's. Dat was Hamid bin Hamid, een moslim, vooraanstaande figuur. En Pupella. Pupella krijgt van mij een aparte hoofdstuk in het boek over zijn achtergrond. Een autobiografische, bestaat uit 9 bladzijden ongeveer. En, maar ook heb ik aandacht besteed aan Somokhil, ook 9 bladzijden. En niemand heeft ooit iets geschreven over Somokhil. Ik ben de enige die zijn hele autobiografie heeft beschreven. Helemaal niet negatief, heel objectief. Maar wel met een enige politieke reflectie. Kijk, ja, dat is nou helemaal zo. Daar kan ik ook niet helpen. Lees alle bronnen. Weet je, over, men wilde de 12e provincie van Nederland zijn. Men wilde bij het Nederland behoren en blijven. En men stierf met het portret van Wilhelmina, die ons eigenlijk een achterlijke volk vindt. Ja, hoe ver moet ik gaan? Er zijn veel te veel bronnen dan ik heb genoemd. Ik zou een hele boek met bronnen kunnen noemen over hoe gekoloniseerd wij zijn. Maar dat is ook logisch. Ik heb onderwijs gegeven aan de Hogeschool van Amsterdam. En dat ging met name ook over het koloniaal bewustzijn. Het gekoloniseerd bewustzijn. Lees maar de boeken van Frans Fanon. En dan weet je genoeg. Oké. Ik ga dan door, Sam. Ik hoor ook, een gevolg van de proclamatie is het feit dat oom Abraham Kudubun in de jaren 50 een voorstander was om de Zuidoosteilanden los te maken van de Middenmolukken. Dit mede doordat er geen draagvlak was, toch, is de vraag. En dat zou voor de proclamatie in de Zuidoostelijke eilanden zijn. Nou, het meest interessante is dat hij in 1946 een motie heeft laten tekenen. 80 vertegenwoordigers uit de zuidelijke eilanden, niet alleen maar Kei, maar ook Tanimbar, Aru, hebben meegetekend. In een uitgebreide motie. En ik vind het al jammer dat soort documenten nauwelijks aandacht heeft gekregen in de literatuur. Ook nauwelijks bij het Molukse Museum ook niet. Er besteedt er helemaal geen aandacht aan. Maar die motie is zo indrukwekkend, waarin de mensen zeggen van, waarom willen wij ons afscheiden? Niet alleen maar omdat we een eigen bevolkingsgroep zijn met de eigen taal en cultuur, maar omdat we gediscrimineerd worden. Omdat we gemarginaliseerd worden door de middenmolukkers. En daarmee wordt bedoeld de christelijke elite. We worden weggezet. En dat is de reden waarom wij geen deel willen uitmaken van de Zuid-Molukken. Ongelooflijk indrukwekkend. Je zou het moeten lezen. We krijgen een andere vraag. Het gaat volgens mij om het antwoord dat je eerder gaf. Over de decentralisatie van Indonesië na de val van Suharto. En de vraag is, hoeveel macht heeft de gouverneur van de Molukken, oom Sam? Niet bijster veel. Het meeste geld gaat naar de Bupatis, de 11 regionale hoofden en burgemeesters. Die krijgen meer middelen en hebben meer macht. Moeten ook tekenen voor de concessies. Oké. Dan ik ga snel door, want we hebben nog veel vragen om doorheen te gaan. Wat is uw advies aan de RMS-aanhangers? Er is veel waaraan gewerkt kan worden voor Maluku. Kan de RMS daarin wat betekenen? Of wat is uw ideale toekomstbeeld? En daarnaast wordt een opmerking gemaakt dat er 0 debatten zijn, omdat deze persoon ook denkt dat de leiders bang zijn voor de realiteit. Kijk, ik ben een grote voorstander, ik ben altijd geweest voor een sociaal rechtvaardige samenleving op de Molukken. En ik doe nog steeds mijn best om een steentje bij te dragen. Ik heb met name sterk gemaakt om het maatschappelijk middenveld te versterken door steun te geven aan maatschappelijke organisaties.
Omdat voor een democratie heb je het maatschappelijk middenveld nodig. Je hebt een stevige middenveld nodig die zeg maar tegen gas kan bieden tegen de overheid. En, maar als je bijvoorbeeld kijkt naar de Benelux gemeenschap, die, en ook daar moeten we heel eerlijk in zijn, hè? Als je kijkt naar wat zich heeft afgespeeld, ook in het verleden, maar ook onlangs nog, met een aardbeving, met een, dat de steun die Molukkers geven, ja, niet echt, ja, daar word ik niet blij van. Dus met de mond wordt veel beleden, maar op het moment dat je een bijdrage vraagt, minder. En ik zou graag willen hebben dat Molukkers zich meer inzetten, ter ondersteuning van de hele sociale rechtvaardigheid. Als je kijkt naar de positie van boeren, ik hou me daarmee bezig, om de export van boeren te vergroten. Ja, eigenlijk zou de Molukse gemeenschap zou gewoon ontzettend veel invloed kunnen hebben voor een betere economische ontwikkeling. Als ze zouden willen. Als die 72.000 allemaal 1 euro per maand geeft, dan kun je ontzettend veel doen voor de boeren. Dan zijn ze in staat om elke 2 maanden van die boeren hun specerijen opkopen en hier verkopen. Dan zul je zien dat binnen een paar jaar de armoede gaat dalen. Je kunt ook zeggen van laten we, zoals Ambon Vlissingen doet, Stedenbank. Ja, die doet fantastisch werk. Een team die erin gaat en operaties verricht en een oogkliniek wordt daar opgericht. De gezondheidszorg wordt daarin verbeterd. Maar je kunt ook denken aan studiefondsen en studiebeurzen. Mensen aan de onderkant die kunnen studeren. Waardoor ze veel meer invloed kunnen uitoefenen. Ja, dat vind ik constructief. Oké, de volgende bijdrage is, begint meer met een statement dan een vraag. Maar die zegt, als we kijken naar een staat dat geen regering heeft in de staat zelf, maar toch blijft bestaan. Zoals Duitsland na de val van het Derde Rijk en Somalië, hoeft de RMS geen regering te hebben in de staat zelf. Met aanzien van een staat zoals de RMS blijft bestaan, ondanks het gebrek aan een centrale regering op de eilanden zelf. Dus die zegt eigenlijk van, hey, Duitsland was een tijdje ook geen land, maar dat kon nog wel een land worden. Ik weet niet wat daar je reactie op zou zijn. Ja, maar goed. Het heeft weinig te maken met de politieke realiteit natuurlijk. Hè? De Molukken functioneert uitstekend. Als je kijkt naar dat die hele decentralisatie heeft toegeleid dat de emancipatie van mensen behoorlijk is toegenomen. Zeker met name in de achtergebleven gebieden van 30 jaar geleden. Ja, die heeft zich ontzettend ontwikkeld. Als je kijkt naar de Zuidwesteilanden. Als je kijkt naar de Kei-eilanden, ze maken een gigantische sprong voorwaarts. Als je kijkt naar Tanimbar, idem dito. Als je kijkt naar het aandeel van Molukse moslims in besturen, wat vroeger uitgesloten was. Ja, die hele emancipatie heeft zich voltrokken. Dus eigenlijk nog van dezelfde persoon dan een vervolgvraag die je goed op aansluit. Doet de huidige centrale regering van Indonesië, dus neem ik aan, wat aan de corrupte decentrale regering, wat jij aankaartte, dat daar veel problemen in zitten? Nou, volgens mij kan het beter. Je hebt wel een uitstekend functionerende anticorruptiecommissie. Die gaat natuurlijk ook over de Molukken, hè? De burgemeester van Ambon Stad, die is net zojuist veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf. Wegens het aannemen van steekpenningen. In ruil daarvoor gaf hij vergunningen aan kleine supermarkten. Dus dat gebeurt wel. Maar ze hebben een limiet. Namelijk, als de corruptie lager is dan, ik weet niet hoeveel, maar dan laten ze dat over het Openbaar Ministerie. Dan zie je ook dat lokale dorpshoofden, die worden vervolgd door het Openbaar Ministerie en niet door de anticorruptie. Ik ben een ongelooflijk sterke voorstander van dat in elke provincie een anticorruptiecommissie komt die goed wordt opgetuigd.
Dan is er nog een hele simpele vraag van dezelfde persoon. Hoe heet uw progressieve beweging? Volgens mij heeft het dan over de progressieve Molukse beweging in de jaren 80. En dat was het Molukse Scholingscollectief. Correct, Sam? Hè? Huh? De wat? De progressieve Molukse beweging, vraagt ze nou, hoe heette die? Ja, er waren drie partijen. Vast? Ah, drie organisaties, hè? En Pomoeder Doeplomei, die heeft zich behoorlijk onderscheiden om zich te verbinden met de solidariteitsbeweging met Oost-Timor. Ook natuurlijk zich gericht tegen het Suharto-regime. En heeft zich ook sterk gemaakt bijvoorbeeld tegen een levering van corvetten aan Indonesië. Dan had je de Gragandère Amsterdam, dat is een afsplitsing van de Gragan Patimura. Die waren voornamelijk geconcentreerd in Amsterdam, Molukse jongeren in Amsterdam, die dezelfde doelen hadden. En dan had je in Assen, had je het Molukse Scholingscollectief, die ook dezelfde doelen hadden en uiteindelijk hebben ze elkaar altijd ondersteund. Oké, even kijken, de volgende vraag. De RMS bestaat en mag bestaan, maar is deze staat wel wat onze mensen daar nodig hebben? Onze mensen als in alle Molukkers daar, met alle, nou ja, caps lock. Dus met de nadruk op ook de Molukken, in de Molukken is de vraag eigenlijk, is dat wel wat de Molukkers nodig hebben, een RMS? Ja, kijk, ik ontzeg niemand om zich achter de RMS te scharen. De vrijheid van meningsuiting hier, ze mogen zich organiseren, geen enkel probleem. Dat is één. Twee, maar erken in ieder geval de feiten. Wat zich daar afspeelt, weet je, we wonen hier al 73 jaar, 5 generaties. En soms vraag ik me wel eens op, waar halen wij in godsnaam het recht vandaan om ons uit te spreken over de situatie daar? En het is aangelegd, laat die mensen daar bepalen welke richting ze opgaan, wat wij wel kunnen doen, maar dat geldt voor iedereen. Geef steun aan die beweging, aan die organisaties, die dezelfde doelen heeft en nastreeft. En, maar ga niet bepalen hoe zij moeten denken en hoe zij moeten zijn. Wat mij ontzettend opvalt, is hoe slecht de Molukse gemeenschap hier op de hoogte is van wat zich daar afspeelt. Ze lezen geen kranten. Ze weten niet dat er allerlei verschillen zijn of allerlei veranderingen hebben plaatsgevonden. Ja, dat is jammer. Maar wat zij nodig hebben is sociaal-economische steun. Oké. Nog twee kritische vragen. Waarom zijn er zoveel militairen aanwezig bij protesten van studenten en inheemse volkeren voor landbehoud op de Molukken? En verder was er nog een reminder voor die vraag over de RMS-vlag in Jakarta en Surabaya. Hoe je weet dat daar wel kan. Volgens mij was die vraag niet beantwoord. Ja, nou ja, om bij de laatste te beginnen. Ik was betrokken in 2000, nou ik weet niet meer, 2006. Was er een seminar in Jakarta georganiseerd door rechtsbeweging, rechtshulp, et cetera, mensenrechtenorganisaties. Onder andere ook over het conflict, maar ook over de RMS. En daar liepen gewoon mensen met een RMS-shirt rond. Ik kom vaak daar en ik kom ze gewoon tegen met RMS-vlaggen, een petje en allerlei vormen van symbolen. En het probleem, het effect daar is, het heeft daar geen effect voor conflicten. Denk ik dat de reden zal zijn. Maar goed, in verschillende steden, als Jakarta is altijd een liberale stad geweest. Ook tijdens de Suharto-bewind. Daar kon je iets meer doen dan elders. Maar ja, goed, dat is nou helemaal zo. En dan, kijk, bij bezettingen, hè, land, grondconflicten. Dan zie je inderdaad veel politie. En het zijn niet altijd militairen, hoor. Het zijn voornamelijk politiemensen. De politie die heeft daar veel macht, hè.
omdat er een duidelijke scheiding is tussen militairen en politie. Vroeger was het allemaal militairen, tegenwoordig is het allemaal politie. En ja, bijna alle politiemensen op de Molukken zijn Molukkers. En het heeft natuurlijk te maken dat de grote maatschappijen, die betalen er ook voor, hè? En daardoor zijn ze ook makkelijk mobiliseerbaar. Kijk, vergeet niet dat je gewoon politiemensen kunt officieel kunt inhuren. Als je een beetje geld hebt. Kijk, het is echt te gek als je in Jakarta aankomt en je denkt van shit, ik moet op tijd ergens zijn met die files. Ja, je huurt gewoon een politieauto in. Met sirenes en je gaat overal heen. Even oproep, dus daar kunnen we kort over zijn. En nog even tussendoor, Sam, we zijn eigenlijk al een paar minuten over tijd. Maar er zijn nog best wat vragen. Als het voor jou goed is, dan vind ik het prima om nog even 10 minuten door te gaan. Ja hoor, dat is niet erg. Oké, en voor degene die toch naar huis moet en het vervelend vindt om dat te missen, de sessie wordt opgenomen, dus je kan de laatste vraag ook nog later terugkijken. Dus dit is meer een oproep. Ik heb geen vraag meer in plaats van een oproep aan de zogenaamde RMS in Nederland. Stop uw energie in de vreedzame strijd tegen de armoede in de Molukken. Help onze telers van nootmuskaat en kruidnagels met de productie in eigen beheer en de verkoop in Europa. Stichting Titanen, oom Frans Paljama kan alle informatie hierover geven. Dan komt er weer een kritische vraag. Gaat het niet enkel over schendingen van arbeidsuitbuiting, wat u nu zegt over economische schendingen van een eerder antwoord? Maar gaat het niet dieper over schendingen van mensenrechten en inheemse rechten bij die grondconflicten? Ja. Ja, hoor. Ja, duidelijk. Ja. Zo, er zijn een hoop vragen weer. Dit is enigszins herhaling. Maar misschien heb je nog wat eraan toe te voegen, Sam. De vraag is de RMS wat onze mensen nodig hebben? Is het legitiem of niet? Of is er sprake van neocolonialisme of niet? Ik vind het sowieso apart. Maluku heeft nooit onder volgens RMS geleefd. Dus men weet niet of het beter is. Toch strijdt men ervoor. Op basis van wat dan? Dus nogmaals, is de RMS wat Maluku nodig heeft? Waarom wel of waarom niet? Ik ga toch nog even door. Mocht je daar nog op willen reageren, dan kan dat. Maar omdat we al over de tijd heen zijn, ga ik nog even door. Geen vraag meer, wel een aanvulling. Generaties Molukkers in Nederland na die van u focussen juist op decolonisatie en met name reparation. Op basis van mijn observaties van het merendeel van de huidige jongere RMS'ers moet ik concluderen dat uw reflecties niet in dezelfde mate van toepassing zijn anno 2023. En dan gaat het dus volgens mij vooral over jouw opmerking dat, laten we zeggen, in ieder geval de grondles van de RMS en de eerste RMS-generatie heel pro-koningshuis, pro-koloniaal waren. En dat de huidige generatie jongere RMS'ers daar op een andere manier in staan. Een ander voorbeeld misschien, volgens mij heb je daar ook kritiek op geuit, was Bijeen. Die had het ook in het partijprogramma. En dat is natuurlijk niet een pro-koningshuispartij, kunnen we maar zeggen. Misschien kan je daar nog op reageren. Ja, ik vond het toch al. Kijk, toen Bijeen werd opgericht, hè, toen waren ze op zoek naar handtekeningen, ondersteuning. Ik heb meteen dat gesteund, omdat ik die doelen wel. Ik vond dat ze een aanvulling was op de progressieve partijen. Aandacht voor racisme. Aandacht ook voor dat wat geweest is, slavernij, koloniaal racisme. Maar hier rijden ze echt een scheve schaats. Je kunt. Gisteren hebben ze ook een lezing gehouden of een toespraak. Ze nemen allerlei dingen in ontvangst, et cetera. Maar ze weten gewoon niet waar ze het over hebben. En je kunt toch niet. Neem nou de KNIL. En dan gaat het niet alleen over onze ouders of wat dan ook. Maar neem dan gewoon in het algemeen het KNIL. Die hebben zich op ongelooflijk. En dat blijkt ook uit al die mooie onderzoeken. Hè? 4, 3 jaar lang heeft het onderzoek geduurd. Schuldig gemaakt aan martelingen. Aan verkrachtingen. Aan executies. Ja, daar mag je toch wat van zeggen, hè, Bijeen. Dan ga je toch niet hen op een voetstuk plaatsen. Als het gaat over koloniaal racisme. Juist die bewegingen
hebben gedreven, gebaseerd op het koloniaal racisme. Al die conservatieve Nederlandse organisaties die dat hebben gestimuleerd, met pagina grote advertenties in de jaren 50. Die wilden het kolonialisme terug hebben. Ja, dan ik kan er geen pijl op trekken. Ik snap het werkelijk niet. Dus heb ik het maar etnisch populisme genoemd. Omdat het kennelijk gaat om de stem van migranten, etnische minderheden, zonder onderscheid. Ik maak altijd een groot onderscheid tussen Turken en Marokkanen en grijze wolven en amicalis. Ik ben solidair met hun, maar niet met amicalis. Niet met de grijze wolven. Voor de duidelijkheid, grijze wolven waren een extreemrechtse fascistische beweging. Maar voor de mensen die dat niet weten. Ja. Je moet het kolonialisme natuurlijk wel goed kunnen analyseren. Ook in Indonesië. Als je kijkt naar de nazaten, zeg maar de hele Indische gemeenschap. Die zijn hier met honderdduizenden naar Nederland gegaan. Maar als ze zouden gaan zoeken naar hun oermoeder, wat sommigen hebben gedaan, het zijn nazaten van oermoeders die zijn toegeëigend. Maar zeg maar geen liefde, die zijn toegeëigend. Als huishoudster in dienst toegeëigend. Vanuit een ongelijke machtssituatie hebben zij kinderen gebaard. En zo is op een gegeven moment het grootste deel van de Indische gemeenschap ontstaan. Dus laten we dat niet vergeten. En het gevolg daarvan, van het hele kolonialisme, is geweest dat de NSB in Nederlands-Indië werd gedragen door Indische Nederlanders. Manu Sama was lid van de NSB geweest. Je kunt 1000 voorbeelden noemen van hoe is het mogelijk dat je als politieke partij, want zij scharen zich eigenlijk aan de zijde van PVV en Forum Democratie, die ook die steun geven. RMS'ers die zijn meegegaan met de PVV en Forum naar Brussel om een hele tentoonstelling daar op te hangen. De Papua-beweging, die in de Tweede Kamer notabene een bijeenkomst organiseert samen met de PVV. En er kwam weliswaar heel weinig Kamerleden op af. Maar dat stemt wel tot nadenken. Maar goed. Ook zij hebben het recht om te kiezen natuurlijk. Hè? Ik ontzeg hen niet. Maar ik vind er wel wat van. Net zo goed dat ik ook mening heb over het andere partijen. Zoals het Forum voor Democratie en PVV. Oké, ik wil het bijna gaan afronden, want anders gaan we wel echt te ver over de tijd. Maar nog even de laatste paar kritische vragen, dan geef ik u nog even extra de ruimte. U zegt bepaald niet in Nederland wat zij nodig hebben, maar u zegt volgens wel wat zij nodig hebben is sociaal-economische steun. Los van deze contradictie vroeg ik me af wat u exact bedoelt met sociaal-economische steun en hoe kijkt u vanuit anticapitalistisch en antikoloniaal perspectief aan tegen financiële steun vanuit Nederland? Dus ook met het idee van, hè, natuurlijk kan je ook ontwikkelingshulp of andere dingen kan je natuurlijk ook op een koloniale manier misschien gebruiken. Dus hoe zie je dat? Ja, nee, natuurlijk. Je kunt altijd kritiek hebben op vormen van ontwikkelingssamenwerking. En terecht natuurlijk. Maar wat ik bedoel is van, kijk, wie leidt nou het meest? Onder welke bevolkingsgroep is er armoede? Dat zijn voornamelijk boeren. En boeren daar en boeren in Nederland is een groot verschil. Het zijn allemaal kleine boeren. Met 2 hectare, soms minder. En met 20 kruidnagelbomen of 20 palabomen. Het belangrijkste is dat vertegenwoordigt veel kapitaal. Alleen ze vinden hun weg niet altijd naar het buitenland, hè? Want het meeste wat oplevert is export. Maar die boeren moeten natuurlijk ook een licentie hebben, een certificaat hebben. En wij kunnen
daarbij helpen door boeren die certificaten te verlenen door en die trainingen te laten verzorgen door de internationale organisaties. Dat zijn allemaal mogelijkheden waardoor ze toegang krijgen tot export. En daarmee kunnen ze hun kinderen naar de universiteit sturen. En dus wat ik dus niet voor bepleit, dat zijn de taken, de kerntaken van de overheid. Kijk, als het gaat over basisonderwijs en voortgezet onderwijs, ja, ik vind het goed als jullie dat steunen, maar dat is expliciet een taak van de overheid om dat te doen. En daar moet je ze op aanspreken. Oké. Dan heb ik nog één kritische vraag die ik ruimte ga geven voordat we ophouden. En dat is de vraag, kan ik uit de beantwoording op mijn vraag hoe uw progressieve beweging opmaken dat deze progressieve beweging niet meer bestaat? Dat was in het verleden, dus de vraag is eigenlijk, we hebben het gehad over die progressieve Molukse beweging in de jaren 70, jaren 80. Maar is er nog wel wat van over? Nou kijk, we hebben ons opgegeven. Toen het Suharto-regime hield op te bestaan. En toen hebben we gezegd, ja maar goed, waarom zouden we nog voortbestaan? Toen hebben iedereen heeft gezegd, nou ja goed, ik ga wel verder, maar niet meer als politieke beweging. Wij gaan meer maatschappelijke organisaties steunen, dat hebben we gedaan. De meeste van ons zijn allemaal terechtgekomen bij solidariteitsgroepen met non-governementele organisaties. Ja, dat werkt gewoon door, maar dan is het niet meer nodig om als politieke beweging in Nederland voort te bestaan. Hè. We zijn niet opgericht om te blijven voortbestaan. We zijn opgericht op het moment dat onze doelen zijn gerealiseerd, dan moet je gewoon opheffen. En de RMS zou daar een voorbeeld aan kunnen nemen. Oké. Okay. Nou, het blijft binnenkomende opmerkingen, maar ik denk we zijn nu al zo ver over de tijd dat ik er toch een einde aan ga breien. Mensen kunnen u misschien ook benaderen als ze vragen hebben. Ja, kijk, al die vragen, nou ja, als het gebundeld kan worden dan, en ik krijg het, dan kan ik ze allemaal keurig beantwoorden. Oké, okay. Nou, bij deze weten jullie Sam te vinden als jullie vragen hebben. En dan ga ik het... nu wel echt afronden. Ja, stuur het op de e-mailadres. Weet je, op de e-mailadres kun je gewoon sturen. Ja, en weet je wat? Er wordt sowieso nog een handout gestuurd achteraf, dus dan kan ik eventueel nog de laatste antwoorden kan ik daarop meesturen. Ja. Oké, dan wil ik jullie allemaal bedanken. Natuurlijk jou in speciaal, Sam Pormes, maar ook alle mensen die zijn komen luisteren, die vragen hebben gesteld, zowel kritisch als ondersteunend. Dit was dan de 24e Decolonial Learning Session van Arreles. Zoals ik al zei, Pandek Learning Netwerk en Organisatie in Amsterdam. Voor meer van dit soort sessies en andere evenementen kun je naar onze website. Kan je ook aanmelden voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven. Donaties zijn ook altijd welkom, want dit doen we in principe volledig op vrijwillige basis. Dus dan hebben we ook iets te bieden aan de sprekers en de onkosten. En dat is het voor vandaag. En heel erg bedankt iedereen.